Voor het beheren van je financiën brengen nieuwe ontwikkelingen mogelijkheden met zich mee. De internetbankieren app Buddy is gemaakt om mensen te helpen met hun bankzaken. Buddy is eigenlijk een combinatie van internetbankieren aan de ene kant en aan de andere kant kun je ook chatten met een financiële coach. We gebruiken de toegang tot de bankrekening om een goede analyse te maken van hoe zag het verleden eruit en wat gaat er in de toekomst gebeuren. Op het moment dat er inkomen binnenkomt, scheiden we eigenlijk de vaste lasten. Die zetten we apart, zodat die netjes worden betaald. En het leefgeld hou je op je buddyrekening. En kun je met een gerust hart je geld uitgeven, omdat je weet dat je vaste lasten altijd betaald worden. En op het gebied van de chatfunctionaliteit zetten we heel erg in op coaching. We gebruiken dus wat het algoritme over jou heeft geleerd om jou persoonlijke tips te geven. Bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen. We zien wat je inkomen is, we zien ook hoeveel huurtoeslag je krijgt. En dan zegt eigenlijk Buddy via WhatsApp tegen de gebruiker van: goh, ik zie dat je deze toeslag ontvangt, maar dat je er eigenlijk geen recht op hebt. En ga daarvoor naar bijvoorbeeld de website van de Belastingdienst, zodat we op het gebied van toeslagen, regelingen een gebruiker kunnen ontzorgen. En dat is ook iets waarvan wij denken dat het heel erg de toekomst heeft. Dat je steeds meer persoonlijk advies kan geven op basis van data-analyse. Ik ben Camille Kuiper. Ik ben een van de oprichters van Buddy Payment. En met deze organisatie hebben wij een platform ontwikkeld voor schuldpreventie. Dat doen we met name voor gemeenten, kredietbanken en ook schuldhulpverleningorganisaties. Nou, wij hebben het systeem eigenlijk zo opgezet dat we in eerste instantie hebben gezegd: als mensen Buddy gebruiken, dan moeten ze daar meer rust van krijgen. Dan moeten ze daar financieel inzicht van krijgen. Je ziet dat het probleem van schulden eigenlijk overal aanwezig is. En eigenlijk ook dat de oplossingen die wij hebben bedacht best wel schaalbaar zijn, ook in verschillende landen en culturen.